YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik blauw ben voor een 10. Ik voel me Huggy Wuggy. Vandaag proberen wij Huggy Wuggy te upgraden. En Killy Willy doet nu al het werk, terwijl de kleine Huggy Wuggy's gooien. Goed zo, Killy Willy. Alleen wat we ook kunnen doen, is twee Huggies met elkaar combineren. En daarmee hebben we nu de speler gemaakt. En volgens mij kunnen we deze twee dan ook weer samenvoegen voor een extra Killy Willy. Oké, daar gaan we. De battle is begonnen. Wij hebben twee Killy Willy's. Eén Poppy Playtime speler en een Huggy Wuggy in de achtergrond met een kerstmuts. En volgens mij is dit een best wel goed team. Kunnen we Killy Willy dan ook upgraden? Banzo is er ook bij. Alleen die hoort bij de tegenpartij. Dus wij proberen met ons team te winnen. Zodat we in de volgende ronde weer verder kunnen gaan met het upgraden. Maar nu ben ik benieuwd. Wat nou als wij een Killy Willy samenvoegen met een Killy Willy? No way! Dan hebben we Banzo. Maar je kan misschien al wel raden wat ik nu wil proberen. Wat nou als we twee Killy Willy samenvoegen tot een Banzo. En dan twee Banzo samen tot wat? Deze heb ik nog nooit gezien. Maar dat is hoe het upgraden werkt. Oké, laten we de battle aangaan. Want we hebben dus nu een super sterke Huggy Wuggy erbij. Dude, ik wist niet eens dat die bestond. En dat is ook letterlijk degene die gelijk vooraan staat om iedereen in te maken. Maar waar zou die in veranderen? Eén manier om daarachter te komen. Eerst maken we weer een nieuwe Killy Willy. Twee Killy Willy samen is een Banzo Barney. Nou, dan hebben we weer een Killy Willy nodig. Nog een Killy Willy nodig. Dan hebben we namelijk twee Banzo Barneys. Die voegen we samen. En nu kunnen we deze twee samenvoegen. Oké, ik zou zeggen, laten we nu beginnen met de battle. We hebben twee spelers, één Huggy Wuggy en een of andere mega enge Huggy Wuggy die ook gelijk heeft gewonnen. Zouden we nog een keer kunnen upgraden? Wat gebeurt er eigenlijk als we de twee spelers samenvoegen? Wat? Oké, maar wacht, nu ben ik benieuwd. Twee Huggy Wuggies is een speler. Twee spelers is dat ding, die we dus net hebben gekregen. Maar wat als we die twee dan samenvoegen? Oh, snap! Dan hebben we een soort van poppy. Oké, wacht even. Nu ga ik het nog een keer proberen. Twee Huggies is een speler. Twee spelers is een raar ding. Ah, nu hebben we te weinig. We hebben dus ook muntjes of een soort van kristallen nodig om te blijven upgraden. Maar we hebben dus nu weer een nieuw karakter. Een soort van enge roze poppy. En we hebben keihard gewonnen. Wat wordt het volgende? We kunnen deze twee in ieder geval al samenvoegen. En, oh wacht, we kunnen het al. Wat? Dude! We hebben een soort van Huggy Wuggy Longlegs. Waar stopt het upgraden? Oké, daar gaan we weer. Deze twee samen, de twee spelers samen. Dan hebben we er nog eentje nodig. Oh, dude, dit is zo lastig. Waarom moeten we zoveel samenvoegen? Dat is de bedoeling van het spel. Maar nu deze twee samen. En daar gaan we. Twee keer de oranje Huggy Wuggy. Sirenhead Huggy. We gaan er zometeen vast wel achter komen wat er gebeurt als we die dan weer samenvoegen. Maar eerst tijd voor de battle. En hij vuurt een soort van gif af. Dit is zo gaaf, dude. Ik dacht dat er maar één soort Huggy Wuggy was. Oké, maar wacht. Nu moeten we deze twee dus weer samenvoegen. Twee Killy Willy's samen. Dan hebben we weer een extra Banzo nodig. Dude, het is zo duur om zoveel Huggies te mixen. Oké, twee Banzo's. Deze twee samen. Deze twee samen. Het is een driehoofdige Huggy Wuggy. Oh my gosh, deze persoon tekent Huggy Wuggy. En het komt tot leven. Oh my gosh, dude, is het een spel? Misschien moet ik dat ook eens een keer spelen. Oeh, het is een schorpioen. Wat zou jij tekenen als alles wat je tekent tot leven komt? En oh my gosh, deze persoon maakt een Huggy Wuggy controller. En hij is erop aan het gamen met zijn grab pack. Ik zou bang zijn voor de controller. Oké, daar gaan we weer. Wij hebben hier twee Huggies die een Killy Willy worden. Nog een keer twee Huggies. Dat is twee Killy Willys. Is een Banzo. Zo, die voegen we samen. En nu kunnen we deze twee samenvoegen. Nu kunnen we deze twee samenvoegen. Nu kunnen we deze twee samenvoegen. We hebben Mommy Longlegs. Oh, hoe gaat deze battle verlopen? Oké, dus nu weten we dat als je Huggy Wuggy maar vaak genoeg blijft upgraden, dat die letterlijk verandert in Mommy Longlegs. Maar we zijn nog niet klaar. Oké, we beginnen de battle. Het gaat eventjes duren voordat we weer genoeg gemixt hebben tot een nieuwe Mommy Longlegs. Ik kan serieus niet wachten. En dude, wat is dit? Dit ziet eruit als eenzelfde soort spel, alleen dan met Sonics. Dude! Oké, die wil ik eigenlijk ook een keer spelen om te kijken wat de sterkste en misschien ook wel de engste Sonic is die er bestaat. Maar voor nu zijn we weer terug waar het om gaat. Namelijk het proberen te combineren van twee Mommy Longlegs. En oh my gosh, wat is dit? Dit is de speler en wij kunnen die ergens neerzetten. Laten we hem bij Boogiebot plaatsen. Oh my gosh, we hebben Boogiebot ingemaakt. En nu kunnen we de professor hieronder inmaken. En als we die hebben ingemaakt, kunnen we Huggy Wuggy inmaken. Oh snap! Ik wil hier ook een video van maken. Ik wil zo graag weten wat er gebeurt als je twee Mommy Longlegs samenvoegt. Ik denk serieus dat we het monster krijgen te zien. Wat we in chapter 3 achter ons aan gaan krijgen.
We hebben zoveel kristallen verzameld dat ik nu in één keer deze kan spammen. Zodat ik die kan samenvoegen, die weer kan samenvoegen. En dit is het moment. Twee mami langlekse wordt... een robot Huggy Wuggy. En wat nou als we in één keer die Sirenet Huggy Wuggy samenvoegen met elkaar? Mummy Huggy Wuggy. We hebben er twee in één ronde unlocked. Maar ik kan niet wachten. Hier kunnen we al onze upgrades zien. Dus je hebt Killy Willy, Banzo Bunny, die soort van clown, die alien en... we kunnen er nog twee unlocken. Oké, we gaan de battle aan. En oh my gosh. Mummy Huggy Wuggy gooit letterlijk met vuurballen, dude. We gaan dit zo hard winnen. Allemaal te danken aan deze gast. Oké, we kopen er weer een Mummy Huggy Wuggy bij. Die voegen we samen. Wacht, wat? Een Huggy Wuggy met pijl en boog. En we staan weer voor een school. Stel voor een leraar belt gewoon naar de politie. Er staan Huggy Wuggies voor mijn school te vechten. Ik weet niet of ze het geloven. Maar we gaan nu even door met een aantal battles. Zodat we zometeen weer een nieuwe upgrade kunnen maken. Oké, we kopen er weer een nieuwe Huggy bij. Die voegen we samen. Deze voegen we samen. Mami Longlegs voegen we samen. En dit is het moment. We voegen de twee robots samen. We hebben Kissy Missy! Let's go! En dat is de één na laatste. Oké, we gaan de battle aan met onze nieuwe Kissy Missy. Volgens mij is die zo overpowered. We hoeven alleen nog maar een poppy in te maken en een soort van siren huggy volgens mij. Maar volgens mij hebben we gewonnen. Ja, zeker weten. Maar wij halen er weer een nieuwe driehoofdige huggy bij. We gaan de battle aan, want we moeten weten wat er gebeurt. Als we de Kissy Missy met de hamer upgraden. Want dat is tot nu toe de sterkste die we hebben. Oké, we halen weer een driekoppige huggy buggy. Die voegen we samen tot Mami Longlegs. Maar dan zijn we er nog lang niet. Volgens mij heb je twee Mami Longlegs nodig voor die robot. En dan twee keer die robot voor de Kissy met de hamer. En dan kunnen we de twee Kissies met de hamer samenvoegen. Oké, de volgende battle. En oh my gosh. De tegenpartij heeft zoveel huggy buggies. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of we deze gaan winnen. Gelukkig hebben wij de Kissy met de hamer. En die is super overpowered. Maar die wordt nu wel ingemaakt. Oh nee. Nu hebben we alleen nog maar Huggy met de pijl en boog. En die is ook ingemaakt. We hebben verloren. Oké, we kopen deze er weer bij. Die voegen we samen. Oké, ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is het moment daar. We kunnen namelijk een extra Mami Longlegs erbij krijgen. Die twee voegen we samen tot de robot. Die twee robots voegen we samen tot de Kissy met de hamer. En de twee Kissies met de hamer voegen we samen tot... de laatste Huggy Wuggy. Let's go. En dude, is dat hoe die eruit gaat zien in chapter 3? Ik zou het geloven. En dit is dan ook de allerlaatste battle die we voeren. En oh my gosh. Deze Huggy is zo sterk dat hij in zijn eentje eigenlijk al heel de tegenpartij kan inmaken. Maar wat ik vooral dus heel gaaf vind, is dat we elke Huggy hebben. Dit is waar we begonnen. We gingen steeds meer naar beneden. En we hebben dus de allerlaatste. We hebben ze letterlijk allemaal. Moet ik de volgende keer nog een spel als dit spelen? Maar kijk. Of we een ander karakter tot de sterkste ter wereld kunnen upgraden. Sonic, Mami Longlegs, misschien wel een andere creepypasta. Laat het dan in de comments weten, want dit was zo gaaf. En laat ook weten wie de winnaar van deze video is. Was dat Banzo Bunny? Was dat Huggy Wuggy? Was dat Mami Longlegs? Of was dat een van de andere karakters? Ik vond die nieuwe Huggy Wuggy de beste. Ook al ben ik nu bang. Abonneer voor meer en adios.